woord geven aan de heer Wassenberg voor de Partij voor de Dieren. Ja, dankjewel. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de Partij voor de Dieren wil een verbod op het gevaarlijke bestrijdingsmiddel Roundup. En we zijn blij met het gedeeltelijke verbod op glyfosaat dat binnenkort in werking treedt. Maar daarmee zijn de grote zorgen over dit middel nog niet weggenomen. Daarom de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constaterende dat wetenschappers concluderen dat Monsanto in de jaren 80 opzettelijk onderzoeksresultaat heeft verdraaid om het verhoogde risico op kanker door gebruik van glyfosaat te verhullen. Constaterende dat een panel van VN-experts al eerder concludeerde dat Monsanto wetenschappers betaalde om een valse indruk van wetenschappelijke controverse te creëren rond de gevaren van hormoonverstoorders als glyfosaat. Constaterende dat uit uitgelekte mails blijkt dat Monsanto wetenschappers heeft betaald om positieve artikelen te schrijven over de producten van het bedrijf. Constaterende dat er dus grote twijfels zijn over de betrouwbaarheid van het onderzoek dat is aangeleverd door Monsanto over de effecten van glyfosaat op de gezondheid van mens, dier en milieu, terwijl dit wel het enige onderzoek is waar de toelating van dit bestrijdingsmiddel op de Europese en Nederlandse markt op rust. Verzoekt de regering een onderzoek in te stellen naar alle door Monsanto aangeleverde studies betreffende glyfosaat sinds de eerste aanvraag voor toelating. En door onafhankelijke wetenschappers een oordeel te laten vellen over de kwaliteit van deze onderzoeken en over de risico's van glyfosaat. En gaat over tot de orde van de dag. En deze motie wordt mede ingediend door mevrouw Kosakaya van D66. Dank u wel, voorzitter. Blijft u nog heel even staan. Wordt indien van deze motie voldoende ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt zij eruit van de beraadslaging en geef ik graag het woord aan de heer Geurts, CDA, voor een interruptie. Dank u, voorzitter. Ja, ik heb een vraag aan de heer Wassenberg via u. Vindt u de organisatie EFSA wel onafhankelijk? Voorzitter, het gaat niet over de onafhankelijkheid van organisaties. Er is nu heel veel controverse over allerlei onderzoeken die niet helemaal goed blijken te zijn verlopen. Het enige wat ik nu vraag is om daar een onderzoek naar te laten doen. Ik wil me niet helemaal toeleggen op die EFSA. Ik wil gewoon kijken wat zijn de onderzoeken en op basis van welke onderzoeken is die toelating gebaseerd. Dat is alles wat gevraagd wordt. Ja, voorzitter, de heer Wassenberg ontloopt mijn vraag en ontwijkt mijn vraag. Het is gewoon heel helder. Heeft u vertrouwen in de onafhankelijkheid van de EFSA? Ja of nee? Daar heb ik vertrouwen in. Maar dat is niet het enige wat op dit moment ter sprake is. Er zijn studies gedaan waar kennelijk EFSA ook in, nou, ik zou bijna zeggen, in is getrapt. Ik wil gewoon kijken wat de wetenschappelijke kwaliteit van die studies is. En daar moet worden over gerapporteerd. Kosakaya, voorzitter, dezelfde vraag die zojuist door mijn CDA-collega is gevraagd. Kunt u ook omgekeerd over de hoe vragen aan het CDA? Of hij de hoe, de World Health Organization, vertrouwt, want die heeft in studies aangegeven dat er wel degelijk mogelijk kankerverwekkend is, dit stof. Dus een vraag aan meneer Wassenberg, die voor de heer Geurts is, een beetje ingewikkeld. Dat werkt zo niet. U was klaar? Ik was klaar. Dank u zeer. Dan gaan we naar de heer Grashof van GroenLinks.